Het afgelopen jaar ging de verkoop van nieuwe auto's met zo'n 21,5% achteruit. Dat komt natuurlijk door corona, omdat we de deur niet meer uit hoeven. Dus dan biedt het concept autodelen een uitkomst. Vandaag horen we daar alles over bij Spare Mobility. Een wagen aankopen wordt alsmaar duurder en duurder. De mensen beginnen te realiseren dat hun tweede wagen, die eigenlijk te veel op hun parking staat, veel te veel geld kost. Ze steken eigenlijk liever hun geld in andere en fijnere dingen. Als we zien dat een wagen meer dan 3 dagen per week eigenlijk stilstaat, kost deze stilstand meer dan 5000 euro per wagen per jaar. Alle kosten inbegrepen. We ontlasten de handelaar door alle administratie die te pas komt bij een verhuur op ons te nemen, zodoende dat ze zich nog kunnen blijven focussen op hun hoofdactiviteit en toch meer klanten over de vloer te krijgen en zo meer omzet genereren. Momenteel hebben we 16 partners geconcentreerd in Limburg en is onze doelstelling om eind 2024 het grootste netwerk in België te hebben aan garagehouders dat wagens inzet op momenten dat ze stilstaan. De Spare Mobility hebben een ruim aanbod aan wagens, gaande van een kleine stadswagen tot een grote bestelwagen. Heeft u een wagen nodig voor 1 maand, een dag of 1 uur? Alles is mogelijk. We brengen hem zelfs tot bij u thuis. Door samen te werken met Spare Mobility kunnen we ons blijven focussen op onze hoofdactiviteit en kunnen we ook toch wel een verhuuroplossing aanbieden in onze regio zonder dat het ons al te veel tijd en administratie kost, want dat doet Spare Mobility voor ons. Spare Mobility zorgt er niet alleen voor dat ons wagenpark beter rendeert, maar die zorgt er ook voor dat we door die extra verhuuractiviteit ons beter wapenen tegen de toekomst en dit eigenlijk zonder een grote investering of extra werk. You've got my